Zo, dit is papa India 4, Victor Golf Zulu. PI4 VGZ, verenigingsstation van de VSZA, afdeling het Gooi. Regio 15, afdeling 27. En we gaan de ronde doen van 25 oktober 2015. Dat gaan we doen met het gedeelte nieuwsgaring. Eerst doen we natuurlijk eventjes de lokale dingen en daarna natuurlijk het landelijk nieuws. Ik heb niet erg veel vandaag, maar dat geeft niet. Het is mooi weer buiten, dus zo druk is het ook niet. Goed, dit is PI4 VGZ. We beginnen natuurlijk met aankomende dinsdagavond. Want dan komt Paul Reuvers een lezing geven over het geheime Europese Galadio-netwerk. Dit belooft een hele leuke lezing te worden. Ik heb begrepen dat Paul heel enthousiast erover is en daar zeer leuk over kan praten. Dit is PI4 VGZ, dan komen we aan het volgende. Dat is het jaarlijkse verkoping. Dinsdagavond 24 november, en ik begin er nu al, houdt de Veron-afdeling het Gooi weer de jaarlijkse verkoping. De verkoping begint om 20:30. Spullen kunnen worden ingebracht tot een half uur voor de verkoping. Van de verkochte goederen is 10% voor de clubkas. De goederen die aan de club geschonken worden, is natuurlijk 100% voor de clubkas. Op de clubavonden zijn er ook regelmatig clubspullen te koop, waarvan de opbrengst geheel voor de clubkas is. Kom vooral eens langs om te kijken. En voor degenen die er langs willen komen kijken, dan zal ik eens even heel snel wat bekijken, want ik vergis me altijd in het adres van de nieuwe bijeenkomsten. Ik ben er nog niet zo heel erg aan gewend. Maar goed, dat is niet anders. Het adres van de radioclub op dit moment is de Franciscusweg nummer 26. En dat is 1216 SK in Hilversum en dat is in de wijk Kerkelanden. Voor degenen die daar naartoe willen komen, als u richting de Kerkelanden gaat, vanaf de Diependaalse Laan de rotonde afslag Kerkelanden nemen. Eerste weg links, dat is de Franciscusweg in al. Doorrijden tot aan de Wasstraat. Hiervoor gaat u rechtsaf en bij nummer 26 een parkeerplaats zoeken. En aanbellen bij de deur aan de linkerkant. Dat is dus op de Franciscusweg nummer 26 in Hilversum. En ik weet zeker dat u dat kan vinden, want het is daar zeer druk elke keer. Goed, dit is PI4 VGZ, Papa India 4, Victor Golf Saloon. Dan heb ik iets over de erkenning voor de antenne. Administrative Council van de IARU, de AC afgekort, had op 9 en 10 oktober 2015 in Indonesië haar jaarlijkse vergadering. Dronken bestaat uit 9 personen is verantwoordelijk voor het management van de IARU en het beleid binnen de IARU. Opvallend binnen het flink aantal agendapunten was de aandacht van de AC besteed aan het onderwerp antenne. Daarop volgde natuurlijk een bepaalde resolutie, een belangrijke resolutie. De erkenning van de antenne. De AC erkent dat de antenne een integraal deel is van elke radiocommunicatie-inrichting. De AC nam daarom een resolutie aan die de IARU-leden maand, namens Nederland is dat de Veron, om bij hun overheid erkenning te krijgen voor het belang van antenne voor radioamateurdiensten. De IARU-leden moeten pleiten voor het maken van wet en regelgeving waarin het belang van de antenne voor radioamateurs wordt vastgelegd. Daarin moet geen beperking worden vastgelegd voor antenneplaatsing. Ook moet het in rekening brengen van een vergoeding voor het gebruik van amateurantenne worden ontmoedigd. Met deze belangrijke resolutie op zak neemt de hoofdbestuur van de Veron actie richting de overheid. Dit is PI4 VGZ, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Nou, dan kom ik op sociale media, en dat is Facebook, kwam ik in één keer een stukje tegen. En dat is mij eigenlijk een beetje ontgaan, maar ja, toch leuk om te vermelden. Want deze meneer heeft met veel plezier
zijn zelfbouw VHF zetje gebouwd. Via de inkoopsite en wilde eigenlijk ook UR-versie. Hij heeft dus een VHF-versie gedaan. Maar hij was wel een beetje verrast door de 95 euro wat het setje moest kosten. Wanneer je dat individueel gaat inkopen, zou de onderstaande webwinkel dat kunnen leveren. Dus er is een zelfbouwsetje door de heren van PI4RAZ. Er is een VAF-setje en er is een UAF-setje. Het leuke van deze setjes is wel, daar is toch een fabrikant op ingesprongen om dat als zelfbouwproject te maken. Voor degene die daar geïnteresseerd in zijn, vraag even aan mij of ik een e-mailtje naar je toestel eventueel met het webadres. Best leuk om te weten. Want dit is een open source project. En de frequentie die je kunt ontvangen is 134 tot 480 MHz. Dat is dus beide versies. Een groot large graphical LCD scherm zit erop. Een easy band select. Programmeerbare VHF-UF repeaters. En natuurlijk ook EchoLink. En de frequentie set van 134 tot 480. Er zit een CCS decoder ingebouwd. En de output is alleen niet zo hoog, is maar een watt, een half watt en 1 watt, dus twee standaard zitten erop. En natuurlijk op 13,8 volt DC. En only RX limited TX power on frequencies outside cover band. Als je dat via de website gaat bestellen, ja, dan ben je een ongeveer 100 euro kwijt. Best leuk project, moet u maar eens bekijken voor degenen die geïnteresseerd zijn. Ik heb hier de website voor mij. En die kan ik u eventueel doormailen. En dan kunt u eens kijken hoe leuk dat kleine zelfbouwkitje eruit ziet. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit er heel hard aan te denken om dit te gaan bouwen. Dit is Papa India 4, Victor Golf Schroep, PI4 VGZ. Dan krijgen we aan het eind nog eventjes wat DX-tips. Ook deze week zijn er weer veel amateurs op pad naar allerlei uithoeken van de wereld. Je zou deze seizoens eens kunnen proberen te werken. Als eerste tot 30 oktober is November Yankee 4 Golf in Turkije met de prefix Tango Alpha 3. Hij is in de lucht van 40 meter tot 10 meter, voornamelijk in ZW en QSL via Logbook of the World. En verder is er een grote groep Duitse amateurs tot 28 oktober op het eiland Majuro. Dat heeft het nummer OC029 en is onderdeel van de Marshall-eilanden. Ze zijn daar vanaf de 160 meter tot 6 meter in CW, SSB en NTTY. En met 4 stations en gebruiken de gezamenlijke call Victor 73 Delta. QSL kan natuurlijk via Logbook of the World. Dan ook nog SP9 Foxtrot India Hotel en Sugar Papa 2 Foxtrot Uniform Delta. Die zijn op pad tot 28 oktober zijn ze in Macau met de calls X-ray 9 Tango India Hotel en X-ray 9 Tango Uniform Delta. Ze zitten op de Kalona Islands met het nummer AS075. En zijn vanaf QRV op 40 meter tot en met 10 meter in SSB, STTY. QSL kan via desbetreffende home call. Tot slot een groep amateurs tot 28 oktober op Cuba. Met de gezamenlijke call Tango 4-2 Uniform Sierra. Je vindt ze op 160 meter tot 10 meter in SSB en CW met hoog vermogen. En ze zijn in de lucht voor CQ Worldwide DX SSB Contest. QSL via Logbook of the World. Ja, dat is natuurlijk voor degene die wat willen horen hoe het met contesten gaat.
Ook vandaag nog de hele dag CQ Worldwide DX SSB Contest. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb begrepen dat 10 meter helemaal open ligt. Maar ja, er worden natuurlijk ook condities gemaakt door de grote stations die bezig zijn met de contest. Dit is PI4 VGZ, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Dat was de nieuwe schaling voor deze week. Dat betekent dat ik mijn toetsenbord weer te pakken neem. En ga luisteren naar e-mailers voor de Gooise Ronde op 2 meter. Dit is Papa India 4, Victor Golf Zulu. PE7M voor de presentie. Peer nog maar Christie. Harte. PE7M genoteerd. Even kijken hoor, want dit gaat fout. Ik doe iets fout. Dan moet je natuurlijk wel het logboek erbij pakken. Zijn er nog meer? Dus PI4 VGZ, luistert. Speel nu Mike Chris Kindheuven, Tango, Foxtrot, Kilo. Goeiedag, voor de presentielijst. Ja, goeiedag Jan, PNO Mike Whiskey. En ik heb gehoord Papa Delta 7, Tango, Foxtrot, Kilo. En die was voor de presentielijst. Wie waren er nog meer? Papa Alfa 3, braaf, Delta, ook presentie. Goedemiddag, Berend. Dat waren de twee tegelijk. Hier was één raadste van. En dat was onze Bert, PA3BDD. En die was voor de presentielijst. En wie was die andere? Papa, Echo 1, Oscar Charlie Charlie voor de presentie. Goedemiddag, Berend. Ja, weet je wat is, Philip? Er zijn altijd mensen die hebben een grotere mond, hè, HI. Maakt niet uit, ik kom er wel een keer door, oké. PA8C met P. En goeiedag Stan, PA8Z met de presentielijst. Zijn er nog meer? PNO, Mike, Mike, Delta, ook voor de presentie. Goedemiddag iedereen. En goeiedag Maurits, PNO, Mike, Mike, Delta. Zijn er nog meer? PD1ZON met een P, goedemiddag. PD1ZON met de P, zijn er nog meer? Papa Alpha 1, Romeo Oscar November, met een beetje Berend. Ja, goeiedag Ron, PA1RON staat genoteerd. Er zijn er nog meer, dus PI4VGZ luistert. PA3BAV met een P, goedemiddag. Papa Alpha 3, bravo, hoopt wel Papa voor de P. En wie staat daar onderdoor? Hey Robert, leuk om jou ook weer te horen. P1RVL, er zijn er nog meer. PI4VGZ, en luistert. Een hele goede middag, Berend. Het is Papa Echo 1, Papa Kilo Bravo voor de presentielijst. Papa Echo 1, Papa Kilo Bravo, ook goedemiddag. Ook genoteerd voor de presentielijst, zijn er nog meer. Dit is PI4VGZ, en luistert. Papa Echo 1, Hotel Alpha Uniform met een beetje. Ook genoteerd, PE1 Hotel Alpha Uniform. Er zijn er nog meer. Dit is PE1. Ja, ik heb een vlaag van je gehoord, maar sorry. Ik heb je wel genoteerd, maar het gaat niet over. Ad wil op de presentielijst. Ja, Ad staat genoteerd hoor. Aansluitend, Papa India 4, Victor Golf Zulu. Nee, dan gaan we eventjes kijken naar degenen die niet voor de presentielijst zijn. Die gaan nog even de microfoon krijgen. Gaan we eerst naar Italië toe. Want daar zit hij. Al heeft hij de zender netjes in Nederland staan. Heel mooi systeem. En dat is Thijs. PA5 Tango Yankee Sierra. PI4 VGZ. Oh, heb je weer betracht met een broodje? Even ontbijten. PA5 Tango Yankee Sierra. Zo. Ja, moet ik er nog meer aan toevoegen. Hier ook mooi weer in Nederland, nou hier ook. Ja. Voor de rest heb ik nog een weekje, dan ben ik ook weer in Nederland. Maar even aan dat de golf weer een beetje rustig is, dan vol met contest herrie. Dan weer een verbindingje maken op de korte golf vanavond. En met zo'n contest weekend is het altijd problematisch, nogal vol. Nou, dat zien we vanavond wel. Nou, ik luister weer mee, Berend. Tussen mijn broodje door. Ja, zeker Thijs. PA5 Thijs, PI4 VGZ. Ja, want we gaan het proberen, denk ik. Ik heb, denk ik, de rust om er vanavond eventjes na te kijken.
Zoals je begrijpt heb ik er niet erg veel fut voor, maar ik ga het denk ik om 8:30 eventjes proberen. En dan hoor ik wel vanzelf of jij er bent. Dan ga ik naar de volgende toe. En dat is Jan, PA0 Mike Whisky, P4VGZ. Ja, oké. Okay. P4VGZ, PA0 Mike Whisky. Goed, Berend. Ik had iets willen zeggen, maar dat hoeft nou niet meer. Want Thijs heeft het zelf al gezegd. Ik heb vrijdag en zaterdag even geluisterd. Toen was hij niet te horen. Eerst vanavond zal hij ook niet komen. Hij heeft zelf al gezegd, hij komt vanavond om 8:30 lucht. Zal ik zeker meeluisteren. En dat is voorlopig Thijs weer thuis, hè. Het lijkt mij net, ik heb net zo'n idee net of Thijs echt thuis was, hè. Als zo'n speciale schakeling is het net of Thijs echt thuis zit, ja. Maar goed, ik zal er niet verder op ingaan, want het heeft geen zin, want het is niet belangrijk. Dat was alles wat ik had op te werken. Gouden microfoon weer toe, Beert. P4VGZ, PA, no bike whisky. Ja, maar de zender staat ook netjes bij hem thuis, hè. Hij zit al in Italië, maar dat noemen ze remote controlled. En dat ga je toch wel vaak meemaken, Jan. Dat is dat de zender thuis staat. En de voorkant van het display staat ergens in het buitenland, heb je dan bij je. En via internet kun je dat koppelen. En dan kun je gewoon in Nederland uitkomen, zo op deze manier zoals Thijs het nu doet. En dan lijkt het net of hij in Nederland zit. Nou, hij zit niet in Nederland, maar ze transieven wel. Ja, bedankt voor de uitleg. Natuurlijk wist ik dat wel, maar ik had alleen maar willen aangeven dat het, als je zo hard wil komen, dat hij net het gevoel geeft of hij bij je zit, maar ik weet ook wel beter. Ja, hij zit gelukkig ver weg, hè, want anders komt hij snel bij je, Jan, als je verkeerde dingen zegt. Oh jee, en vanaf nu moet ik op mijn woorden gaan passen. Goed, dan ben ik alweer aan het einde van mijn lijstje. Ja, er zijn er tegenwoordig maar twee die meedoen in de ronde. Dus ga ik nog eenmaal luisteren of er nog vragen, inmelders of reacties zijn. P4VGZ, daar luistert. Nou Berend, ik wilde... Ja, trouwens, PD7 TFK. Ik wilde reageren op Thijs de afstandszet. En ik vind het erg mooi. Ja, ik zit momenteel weer even aan boord. Met Brigitte, waarvan je natuurlijk de hartelijke groeten krijgt. En... heerlijk in het zonnetje buiten. Ja, ik ben nog niet naar buiten geweest, maar ik ga zo direct even mijn schoenen aantrekken. En dan gaan we een rondje lopen hier, Robbie. Want het ziet er heel lekker uit. Nou ja, en je ligt ook niet echt ver weg, heb ik het gevoel van. Maar goed, om nou erg ver te gaan varen nu, met het kouder wordende weer, is ook niet altijd handig natuurlijk. En dan is het in de buurt wel lekkerder, hè. Goed, dan is Sietse terug natuurlijk. En het remote control, het is leuk, maar het kost bijna evenveel als een transceiver. Ja, dat zal dan wel. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden, hè, om een schakelaar via internet te bedienen. Dat is niet zo moeilijk. Alleen het vervelende is, als je setje aan blijft staan op zenden bijvoorbeeld. Daarom nog een vraag. Mag het eigenlijk wel? Want jij bent niet aanwezig fysiek bij de zender. Dat mag, ja. Dat mag zeker. Amen, mijn zoon. Want er is namelijk niemand die tussen de verbinding van via internet van waar hij zit in Italië naar Nederland kan komen. Nee, die verbinding, daar kan niemand tussen komen. Dus dan is het gewoon een beveiligde verbinding. En dan bedien je dus de zet rechtstreeks. Ja, oké. Okay. Maar je bent niet fysiek aanwezig op het adres. Dus als de beste heren willen komen bekijken of jij wel een goede zender hebt, ja, dan kunnen ze er niet in. Nee, het is helaas gewoon toegestaan, remote controlled. Daar is een jaar of 4 geleden een speciaal artikel voor geweest zelfs, hè. Is daarvoor aangemaakt in de machtigingsvoorwaarden dat het is toegestaan. Ja, precies, ja. Ik was natuurlijk een amateur van voor die tijd. Ai. Oké, weer het bij. Het was me wel duidelijk al. Oké, PD7 TFK, dankjewel. Nou, Robbie, ik zit me te bedenken nou. Ik was ook voor die tijd al centamateur. Ik begin wel een oude centamateur te worden zelfs. Maar goed. Dit is PI4VGZ. Ik ga gewoon nog eventjes luisteren of er nog vragen, opmerkingen of reacties zijn. Nou, ik zag Berend dat de boot van Maat al uit het water is. En Robbie, je mag nog varen. Ja, natuurlijk Thijs, mag ik nog varen. Je moet niet vergeten, ik heb een grote stalen boot van 1 meter of 10. En als die ergens tegen kan, dan is het wel ijs.
Oftewel, hij blijft gewoon vrolijk in het water liggen. Ja. De plastic bakje van Maarten kan er niet tegen. Nee, stel je voor dat er een schotje scheef gaat. Dan krijg je een Titanic 3. Enorm. Niet te geloven, dan gaan we het over boten hebben. Heel mooi. Nou goed, heren. Er zijn er gewoon niet meer vandaag aanwezig. Iedereen is lekker van de zon aan het genieten. Dan ga ik dat ook doen. Dan ga ik iedereen een prettige zondag en een prettige week wensen. Hopelijk zijn er toch veel mensen die aankomen dinsdag eventjes naar de lezing komen van Jan Reuver. En anders natuurlijk volgende week zondag zijn wij er weer. En niet te vergeten, aankomende donderdagavond om 9 uur de ronde van PIV Romeo Charlie Golf. En die zal dan ook wat meer nieuws brengen weer dan ondergetekende. Aansluitend, PIV VGZ sluit eruit. Ja, dankjewel Beert. Misschien tot ziens aanstaande dinsdag. Ik ben bang dat ik het dinsdag niet ga redden. Jan, ik kom niet, maar ik hoop dat er velen komen. Nou, dat beide, hè? Ja, ik ga het ook niet redden, helaas. Nee, ga jij ook niet redden, nee. Nee. Ik kan het telefoonnummer van Guus hebben, hè? Maar, Jan, heb jij dat toevallig? Nou, toevallig en expres. Jij wil het nummer van Guus hebben. Het moet heel gek zijn dat ik dat niet heb, laten we zo zeggen. Ik sla het nu even op. Oh, wacht even, die zit helemaal aan de tijd. Nou, ik ga het je nu vertellen. Guus Weitzel, die zit op het volgende telefoonnummer. Maak je borst maar nat en maak het potlood, papier gereed. Daar komt het telefoonnummer. 60-16-182. En ik neem aan dat het onder 035 valt, want het is een sociaal, het zal onder 11. Dat is nog een herhaling. 60-16-182. Dank u wel, meneer burgemeester. Gaat, dan kunt u dat ook met mij afdoen. Wat moet ik doen? Met mij afdoen als dat om 17 november gaat. Nee, het gaat om... Ik wou wisselen met Guus, want dan kan ik 2 november ben ik er gewoon. Dan heb ik mij er niet mee bemoeid. Ja, mag wel hoor, maar ik ga hem even bellen of u wilt wisselen, dan is het goed voor elkaar. PNO-MRS. Hey, meneer Jan, goedemiddag. Oh, heer Guus, dan bereikt dan? Ja, ik heb het met hem over gehad, maar de 17e kan hij, of de 10e kan hij slecht. Dus toen is er met Stan iets afgesproken, maar dat is kennelijk niet helemaal goed overgekomen. Ik ben nog steeds beschikbaar voor commentaar. Toen werd het heel stil. Ja, sorry dat ik er zo tussendoor kom, Berend. Maar het is zonde als het telefoontje wordt gepleegd voor niks, hè. Oh, ik lacht even af. Oh, dus als Stan dan invalt, dan is het ook goed. Als dat bij deze verzocht is, dan kan ik dat bevestigen. Dank u wel. Dan ben ik er wel 2 november, maar... Ja, dan heeft Guus gewoon dienst. Nou ja, dat is niet anders. Oké. Roger, wij hebben dus afgesproken dat ik uw dienst waarneem. Ja, moet ik eentje van jou overnemen daarna? U weet, mijn tarieven zijn alleszins redelijk. Nou, ik zal het in beraad houden. Roger. PA5 Tango Jekies. Jan, vanavond is er weer rust op de korte golf. Kijken wat dan weer lukt. Ja, ik verstoor Berend eigenlijk. Maar ik zie het wel op WhatsApp. Hij heeft dat afgesloten. Vandaar. Daar is weer Coltis aan de gang en de meute is vertrokken vandaag. Dus ik heb weer rust, dus ik kan weer rustig toeteren om 8:30. Ja, ik weet niet of Jan Mike Whisky dat begrepen had. Om 8:30, ja, dat had ik toch gezegd. Wat had ik niet begrepen? Wel even door. Vanavond om 8:30 probeer ik weer op 40 meter, Jan. Nou, dan hoor je het wel. Kom voor elkaar. Is lawaai weer voorbij en zo. Goed, PA5 Tango Yankee Charlie, blij bij. Is de rust daar een beetje weergekeerd, Thijs? Ja, ze zijn voor ons vertrokken. Met z'n drieën in een dikke auto, dus. Kan hij weer een weekje rustig toeteren. Oké, goed. We gaan het
allemaal merken. Ik ben ook weg, jongens. Allemaal de groeten van PA0MMD. Ik had voor de gelegenheid nog even het zolderantennetje op 817 geprikt. In plaats van de Porto. Dan gaat het misschien iets beter. Goed. Hoi hoi. Hey, die Maurits. Hoi hoi. PD7TFK. Vanaf het wijde blik. Ja, je komt er goed uit, Robby. Ja, jij ook. Prima. Alles wel? Ja, ja. Ja, ja. Even kijken. Ik zit met 2,5 of wat. Nou ja, dat moet wel lukken, hè? Ja, uitstekend. Ik weet niet eens waar ik mee zit. Ik geloof half vermogen. Word je op 5 of zo, of 10? Ik heb geen idee. Goed, ik ben weg. Ik moet even wat anders doen. Groeten allemaal. Ja, maar het is MMD. TFK. Hoi. Zit je weer op de boot, Robby? Ja, maar ik lig hier gestrand bij een eiland. Expres gestrand. Ik heb mijn neus in het zand geboord, zeg maar. Ja, dat kan maar, hè. Dus, ik heb mijn er gisteren uitgehaald. Dus die staat hier bij huis op de trailer. Ah, oké dan. Je hebt een brom. Heb ik een brom? Ja, je hebt een rammel. Oh, ja, zou kunnen. Ik zit remote control. Jij ook al? Oké. Okay. Oh, via HVS. Ja, ja. Ik zal eens even kijken of ik wat power terug kan nemen, of dat helpt op het moment. Goh, weer een remote. Het wordt een gewoonte. Ja, heb ik al heel lang hoor, zo. Dus staat gewoon op de flat. Hij is alleen een beetje ongevoelig, omdat het daar zo smerig is van al die signaaltjes. Gewoon thuis. Ja, dat moet hier ook nog gebeuren, maar ik heb nog geen mast. We gaan eens een keer verhuizen, man. Ja, ik ben al verhuisd. Oh ja, nou gaan we mast bouwen dan. Ja, dat moet nog. Geen tijd, man. Jeetje. Ja, Wilfred is onderweg, dus je kan hem morgen weer pesten. Ja. Ja, de herfstvakantie is afgelopen, dus hij moet wel. Ja, het kind moet naar school, laten we dat zo zeggen. En hij moet ook hele moeilijke dingen doen morgen, dus hij moest terug. Ja, maar dat bedoelde ik van, hij moet wel. Ja, niet vanwege school, maar vanwege iets anders. Iets moeilijks met de belasting. Oh, oké. Okay. Ja, kan ook gebeuren. Iets met de BTW, ja, moeilijk. Oh, BTW-afdracht invullen, ja. Ja. Maar als je een goed boekhoudprogramma hebt, dan rol je dat er zo uit. Nou, ik heb begrepen dat het een boek vol met bonnetjes is wat verwerkt moet worden. Ja, inderdaad. En daar heb je nou een boekhouder voor. Ja, ik weet het. Het is allemaal heel moeilijk. Nou, goed. Paar vijf thuis, verder met ontbijt in de zon. Ja, Roger. Het is hier ook wel aardig weer, dus een beetje bewolkt en af en toe zon. Ja, het mooie is het bij jullie, want dinsdag en woensdag heb ik hier een regen, storm en onweer. Ja, dan is bij ons weer mooier, dus alleen daar heb ik niks aan, want dan moet ik weer werken. Jeetje, het is toch wat. Ja, maar goed, van tevoren inkopen doen en gewoon de deur dicht houden, binnen blijven. Ja, zo is dat, hè. Want je zit natuurlijk in de bergen, dus het zal wel een beetje spoken daar. Ah ja, bergen, 250 meter hoog zitten we hier. Nee, niet eens. 220 geloof ik. Nee, dat valt wel mee. Dus het is altijd dicht bij de kust. Maar het gaat wel regenen, ja. Ja. Wat voor internetverbinding heb je daar? Is dat gewoon ADSL of zo? Nee, 3G. Met een Huawei-kast en een buitenantenne opgehangen. En dan een logper. Voor al die banden voor het GSM en het poepoe-verbinding. Dus internet is supersnel. Ja, het kost de patiënten, maar het werkt. Wat betaal je daarvoor dan? Is dat gewoon een flat fee abonnement of zo? Nee, gewoon een prepaidje. Ik heb gewoon 20 gigabyte gekocht voor 28 euro. En dan moet je niet gaan zitten de televisie kijken, want dan is het zo op. Dat gaat niet. Nee, oké. Okay. Dus echt een internetverbinding aanleggen is geen optie daar. Nee, die is hier geen telefoon, die houdt op. Een heel stuk verderop al. Schotelantenne opgesteld weer. Ik heb radio, tv, dat gaat allemaal prima.
Nee, ik vind dat 3G echt best goed. Kijk, 4G hebben ze in het dorp nog helemaal niet. Er zit zo'n uithoek. Dat gaat nog een tijdje duren. Ja. Maar over 3G kun je ook wel aardig data rammen. Alleen je moet het niet allemaal met z'n allen tegelijk willen. Nee, ik denk dat het van de zomer, als die vol met toeristen zit, dat het er helemaal instort. Ja, de kans is aanwezig, ja. Dus, nou, mooi. Ik zou zeggen, veel plezier daar en ik ga hier ook nog even verder. PE7M. Ja, 5D is ook weer blij, B. Nou, mooi, Maarten. Ja. Ik heb nog even gekeken. Ik heb de rest van de... van die, hoe heet dat ding? Die rolstoel gebeuren heb ik ook. Ja, mooi. Kan ik daar eens even een projectje van maken? Dat bouwen, want het was niet grappig om dat ding hier naar binnen te krijgen. Dus dat zou wel makkelijk zijn. We hebben echt met 4 man lopen duwen, maar dat ging maar net. Ja, maar ik heb laatst ook met een ding lopen schuiven. Een boot van 1,7 meter. En zo'n sloep, polyester sloep. Een groot ding. Met een inboord erin, weet ik veel wat allemaal. Maar dat deden we met een kwad. Dus die stond op een trailertje met van die kleine nylon wielen. En met de kwad hebben we hem zo naar binnen geduwd. Dat ging prima. Ja, zoiets ja. Maar om daar nou een kwad voor te kopen hier, dat vind ik ook weer zo wat. Nou ja, ik moet meteen een beetje spelen. Ja, hij staat... Voorlopig staat hij even goed. Dan kan ik er in de winter nog even wat aan doen. En dan... in de zomer trek ik hem er wel weer uit. De ruit is makkelijk eigenlijk, want dan rolt hij naar beneden, dus dat is niet zo moeilijk. Oh. Heb jij hem beneden en hem boven? Oké. Okay. Wat een luxe. Hi. Ja, oprit met helling. Ja, ik ken het. Ja. PD7M. PD7, of nee, PA7M. Sorry. PD7 TFK. Nee, ook niet. Het is PE7M. Ja, joh. Whatever. Dus. Hey, ik ga even verder hier. Ik spreek je groeten. PE7M thuis. Ja. Mooi. Ja, ik lig midden op de plas. Ik spreek je. Bye. Bye.